Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video hebben Mick en ik eindelijk de aardige hacker ontmoet. En ik kan jullie vertellen, de hacker was ook echt aardig. Alleen de aardige hacker zei wel dat de kwaadaardige hacker nog steeds niet weg is. En we dachten hem nog wel net verslagen te hebben. Nou, dat is dus niet helemaal waar. En we zouden er uiteindelijk wel achter komen dat hij in de server zat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de aardige hacker daarmee bedoelt. Maar goed, we komen er dus blijkbaar vanzelf wel achter dat de kwaadaardige hacker nog in de server zit. Wat mij eigenlijk best wel ernstige zorgen baart. Want ik heb dus echt geen idee wat hij daarmee bedoelt, hè. Oké, nou ja. Ik pak mijn zwaard er even bij. En ik ga denk ik gewoon maar eens eventjes wat random dingetjes doen vandaag in de survivals. Even kijken, wat zouden we nog kunnen doen? Ja, er staan hier nog wat kisten. Die moeten opgeruimd worden. Er staan hier ook nog een hele hoop. Wacht eens even. Wat is dit ding hier zo in de lucht? Dit lijkt wel een of andere gekke inktvis of zo. Wat is dit witte ding? Oké, wacht. Dit ziet er best wel apart uit. Het lijkt ook een beetje deze kant op te komen. Wacht eens even. Mick, klop. Mick, hallo, goedemorgen. Ik kom gewoon gelijk binnen. Oh. Mick, kom. Oh, sorry, ik heb iets gezien en je moet nu naar buiten komen. Nu, kom. Ik ben net wakker. Meteen, kom. Kom, we gaan nu naar buiten. Nee, dit moet je echt zien, Mick. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar kijk dit gekke witte ding hier in de lucht. Kijk dat hier dan. Dat is de zon, Riel. Dit is toch niet de zon? Die heeft niet allemaal dat van die gekke dingen achter je zich. Je ziet het tot de zon. Nee, dit gekke ding niet. Dit gekke ding. Je kijkt boven het kleurstartbord. Wat is dat? Is dat niet de maan of zo? Nee, maar de maan heeft toch niet zo'n gekke vorm? Wat is dit voor vlek? Ik zou het echt niet weten, Giel, maar ja, ik weet het ook niet. Dat is het hele ding. Misschien is het gewoon een gekke wolk? Een gekke wolk? Nou, dat lijkt me niet, eerlijk gezegd. Nee. Het lijkt op een wolk, toch? Het is wit. Geen wolk, kom op. Mick. Wacht, misschien moeten we gewoon even iets hoger gaan op die berg kijken wat het is. Kijk, het hekkenhuis ziet er ook wit uit vanaf hier. Het hekkenhuis, wat bedoel je? Ja, die daar, die ziet er ook wit uit vanaf hier. Oh, ik denk dat het... Ja, we moeten gewoon wat hoger gaan staan, ja. Want dit ding is helemaal wit, omdat we dus heel ver weg staan. Dat zal het zijn. Oké. Nou ja, laten we dan... Ja, Wacht, ik vertrouw het echt niet helemaal. Mick, anders neem jij ook even je pistolen mee. Ik heb ze hier namelijk allemaal vast. Joh, het is maar iets in de lucht. Ja, je weet maar nooit, Mick. We moeten wel even zeker weten dat het geen bedreiging is. Het zijn toch geen aliens? Aliens, ja, weet ik veel. Maar de aardige hacker zei gisteren ook dat we iets van een teken zouden krijgen of vanzelf wel zouden zien wat er aan de hand zou zijn. Dus ik schiet erop. Nee, Mick, niet erop schieten. Ben je helemaal gek geworden? Niet doen, niet doen. Oké, sorry. Oké, goed zo. Nou, zullen we gewoon naar boven misschien lopen? Misschien is dit wel een teken, ja, van de aardige hacker. Ja, nee, want de aardige hacker zei dat we een teken kregen dat de kwaadaardige hacker nog in de server zat. Dus dat kan het ook zijn. Snap je? Ja, maar misschien is het zijn spullen om hem te verslaan. Dat kan ook. Dat zou ook kunnen. Nou, laten we in ieder geval gewoon rustig die berg op gaan. Ik ben nu al echt super benieuwd wat dit is, want ik zie het echt helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ja, voor mij is het gewoon... Het lijkt gewoon op een wolk bijna. Het wordt al iets meer zichtbaar, naar meer ik naar boven ga. Eens even kijken. Oeh, het lijkt op een steen. Op een steen, inderdaad. Wow, oké, dit ziet er heel erg eng uit. Wacht. Ik moet echt eventjes wat meer omhoog gaan, want... heb je een sniper niet, Giel? Dan kan je toch inzoomen? Ja, wacht. Oh, Mick, kom snel naar boven. Dit is niet goed. Oh nee. Wat is dat? Dit lijkt wel een meteoriet of zo. Een meteoriet? Ja, kijk dan. Er zitten ook allemaal vlammen achter en hij komt echt naar beneden. Of het is een ruimteschip. Een ruimteschip? Nee, dat denk ik niet. Of een ruimteschip die lijkt op een meteoriet. Dat zou op zich best wel kunnen. Ik snap echt niet wat het is, Mick. Het staat ook in de fik achter... Ja, Mick, dit moet wel een meteoriet zijn, man. Waar ben jij trouwens? Ben je nog veilig? Ik ben hier. Hallo. Au! Kijk nou uit, Mick. Kijk uit, dan kunnen we er niet bij hebben. Ik presteer niet goed onder stress, Giel. Nee, dat snap ik. Maar wat is dit voor een ding? Ik snap er echt helemaal niks van. Ik moet nog naar boven komen. Zo, het lijkt... Is het bedrock of niet? Dit is sowieso bedrock, ja. Het is een grote bedrockbal. Oh, Mick, als er echt een bedrockbal op Kleurstad terechtkomt, dan is het echt geen goed nieuws. Er is maar één iemand die ik ken die bedrock kan plaatsen. Ja, dat is de hacker. Ik weet het. Ik zat ook in een bedrock gevangenis opgesloten, hè, Mick. Dus dit is... Ik denk dat dit precies het teken is wat de aardige hacker bedoelde dat we zouden krijgen. Maar wat moeten we doen? Dit is een bedrockbal. Dat weet ik ook niet. We moeten gewoon eventjes nog wat dichterbij kijken.
kijken, denk ik. En gewoon echt zeker weten dat het geen dreiging... Het is wel een dreiging. Oh, Mick, dit is echt erg. Volgens mij, Giel, ik wil niet vervelend doen, maar ja. Dit komt er volgens mij precies op je stad. Ja, dat zeg ik, het komt er echt precies op terecht. Als je zo het gaat er net overheen misschien. Nee, dit komt er echt recht op, Mick. Dit kan misschien niet komt het toch wel op je schapen dan. Oké, dat zou nog niet heel erg zijn, maar... Oh, Mick, we moeten Kleurstad gaan beveiligen. Dit kan niet. Zo, pap. Misschien kan ik hem wegschieten, Giel. Ja, maar misschien wel. Wacht, ik zal ook eens eventjes schieten zo. Hoppakee. Volgens mij werkt het niet echt, Mick. Het is een bedrockbal. Ik denk dat we wel zwaarder geschud nodig hebben. Ja, dat denk ik ook. Even kijken, misschien werkt het nu. Nee. Het werkt voor geen meter, dit, Mick. Oké, misschien moeten we maar beter gaan. Wow, zullen we naar de aardige hekken gaan? Misschien is die thuis inderdaad. Misschien kan die ons helpen. Dat zou best kunnen. Laten we gewoon naar zijn huis gaan, ja? Maar dit is echt een groot probleem, Mick. We beseffen nog niet wat voor groot probleem dit is. Nee, ja, maar wat wil je dat ik doe? Ga huilen? Nee, dat is inderdaad waar. We moeten ook niet met de pakken neer gaan zitten. We moeten dit oplossen. Dat is wat we moeten doen. We kunnen een grote muur bouwen dat hij daar tegenaan gaat. Ja, dat zou kunnen. Dus we zouden iets van kunnen verzamelen. Als het een meteoriet is, gaat hij er waarschijnlijk recht doorheen. Ja, laten we gewoon naar het huis van de aardige hekken gaan anders, oké? Even kijken of dat die thuis is. Yes, ja, laten we dat gaan doen. Oké. Ja, achtervolg me maar. Ik ben al onderweg, oké? Ja, ik achtervolg. Nee, die meteoriet, kijk Mick, die komt nooit op de schapen terecht. Dat is veel te ver weg. Misschien houdt jouw huis het tegen. Omdat ik denk oprecht dat hij op mijn huis terechtkomt. Ook omdat hij gewoon het hoogste is. Ja, precies. Ja, het grootste. Dus ik denk echt dat gaat gebeuren. Oh nee. We moeten dit echt voor zijn, Mick. Maar, we moeten het tegen de aardige hekken vertellen. We gaan hem gewoon tegenhouden, Giel. We hebben hackers. Aardige hackers. Die kunnen gewoon die bal weghacken. Maar hoe zou je dit ding weg kunnen hacken? Weet jij iets? Ik weet het niet. World Edit? Kennen world wij ook? World Edit? Nee, dat weet ik veel. Een grote bedrock muur. Ja. Een grote bedrock muur. Ja, dat zou kunnen, maar we hebben toch geen bedrock, Mick? Nee, maar aardig hacker misschien wel. Oké. Laten we hier gewoon eens eventjes naar binnen gaan en even kijken of dat hij thuis is. Aardige hacker, hallo, ben je thuis? Mick, ik weet niet of dat hij thuis is. Hij was de vorige keer, we kwamen ook binnen, gisteren eigenlijk. En toen was hij er ook nog niet hier. Nee, klopt. Oké, misschien ik ga die... Zal ik eens gevangenis eerst kijken? Ja, laten we daar eerst kijken. Hoppakee. Wat is hier? Wat? Je staat toch van die dingen ja, in? Ja, de widderskeletons zijn in één keer allemaal weg. Ik weet niet waarom dat is. Best raar. Oké, er is een meteoriet waarschijnlijk. En de widderskeletons zijn weg. Het zal toch niet zijn dat de gewelddadige hacker de widderskeletons heeft bevrijd? Ik weet het ook niet. De gemene hacker bedoel je, Giel? Weet ik veel. De gemene hacker wat jij wil. Ook prima. Oké, eens even kijken. Hier is hij zat ook niet. Hij zat de vorige keer bij de tafels, ja. Hallo, aardige hacker. Hallo? Nee. Aardige hacker! Hij is er niet. Maar aardige hacker is zo iemand die je wel kan horen, maar die je niet ziet, zeg maar. Wat zou er hier misschien... Oh ja, hier zit ook zo'n gangetje. Dat wist hier ik ook. Al. Dat had wat ik ook is al. Dit dan weer? Ja, nee, dat gaat helemaal nergens heen. Oh, oké. Kijk maar uit op ik voordat je dadelijk verdwijnt, want dat gebeurt vaak bij boekenkasten. Oké. Ja, ik weet het allemaal niet. En dit is een stoffige kelder. Dit is zeg maar boven de grond. Ja. nee, maar hier is hij ook niet. Misschien heeft hij nog wat in de chest gedaan. Nee, ook niet. Jeetje. Oh. Wat moeten we nou doen? Ik weet het ook niet. Misschien moeten we iets van een beveiliging fixen om Kleurstad heen, zodat het niks kapot maakt of zo. Ik kan zijn huis opruimen. Kijk, zo. Zijn huis opruimen. Ja, maar... Dan gaat hij misschien helpen. Oké, ja, dat is op zich wel een goed idee. Misschien dat hij dadelijk, doordat we zijn huis opruimen, dat hij komt wij zijn de hackerschoonmakers. Wij zijn de hackerschoonmaakbrigade. Let's go. Kijk, Giel, als we nou nog die commandblok hadden van mij, hè, dan hadden we al een soort van optie om bedrock kunnen inspannen. Ja, Mick, maar dat is niet dat heb je niet meer, want die moet je verwijderen van de goede hacker. Dus het is niet eens mijn schuld. Je zit ja, waarom wel? Een goede hacker helpt ons eigenlijk helemaal niet zoveel nu. Ja, nee, maar dat komt vast omdat hij het druk heeft met die meteoriet. Ik denk dat hij dat dan wel door heeft, hoor. Dat hij naar beneden aan het vallen is op dit moment. Nou, dat weet ik niet, want hij is hier ook... Waarom help je ons nou niet, goede hacker? Ja, hij moet inderdaad kijk, we hebben wel heel je huis schoongemaakt. Komen, want dit werkt zo niet, inderdaad. Zijn huis is helemaal schoon. Kijk, ja, zijn huis is helemaal schoon. Dit hebben we helemaal voor jou gedaan, aardige hacker. Ja, wat vind je ervan, hacker? Zeg eens iets.
Hij zegt helemaal... Mick, weet je wat? We gaan maar gewoon naar beneden. Hier, misschien als ik in de fik steek. Misschien zo. Als we eventjes wat diamonds nog achterlaten, zo. Hier zo, hoppakee. En die in de fik steken. Nee, niet de diamonds in de fik. Mick, je hebt ze verbrand. Oh, yeah. Mick, jij bent helemaal gek geworden. Daar weet ik weer meer diamonds. Ja, nou, laten we eens even kijken waar de meteoriet dadelijk uit gaat komen in Clusters. Ja, ik weet het, maar jij begint. Nee, ik dacht gewoon dingen in de fik. Diamonds in de fik. Ja, dat is wat je deed. Oké, ja, dan moest je misschien laatst ook wel een beetje van mij, maar goed, dat maakt niet uit. We moeten gewoon even terug naar Clusters. Ja, oké. Misschien is de meteoriet opeens weg. Ja, dat zou kunnen, maar dat lijkt me wel heel erg onwaarschijnlijk als dat zo is. Je weet, maar nooit. Oh, maar Mick, dadelijk verdwijnt gewoon heel Clusters totdat hij wordt opgeblazen door een meteoriet. Dat kan toch niet? We hebben er zo lang aan gewerkt. We moeten dit echt stoppen. Dan moeten we weer een nieuwe stad beginnen. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. Daar heb ik echt geen zin in, inderdaad. Dit is nou al weet ik veel de hoeveelste stad. En deze moet een keertje overeind blijven staan. En ik vind deze ook de mooiste eigenlijk tot nu toe. Ja, ik ook. Ik vind hem ook prachtig. Het is gewoon een mooie, moderne stad. Ik vind alleen deze voor het eerst samen. Echt heel lelijk, eerlijk gezegd. Ja, wat voor het eerst... Heel lelijk? Niks. Het is gewoon een groot blok met... Dit? Ja, ik weet niet, Mick. Je hebt wel eens mooiere dingen gebouwd, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet... Ik vind de bank mooier. De pro heeft dit voornamelijk gebouwd. Weet je wat het is van alle gebouwen? Het maakt me niet zoveel uit als de meteoriet op de meubelwinkel valt. Ja, jij hebt deze gebouwd, maar die bouwen niet eens in een kleur. Ja, maar dit is... daar heb je gelijk in. Oké, het is echt een fabrieksruimte, deze. Maar ik denk dat aan de grootte van die meteoriet te zien... dat het nog wel eens zo zou kunnen zijn dat de heel Clusters ontploft. Dus misschien... misschien wordt het wel echt een hele grote ontploffing. Je weet het maar nooit, hè? Nee, ja, ik weet het ook niet. Ik weet het gewoon niet. Ja, ik weet het ook niet. Misschien komt hij alleen op het museum. Ja, wie weet. Of op het politiebureau. Misschien wilt hij dat wij niemand kunnen opsluiten of zo. Ja, ik weet het ook niet. We moeten echt even gaan nadenken hoe dat we de meteoriet gaan stoppen. Oh, Giel, er zit iemand in de gevangenis. Wat? Wat bedoel je? Er zit iemand in de gevangenis. Er zit iemand in de gevangenis. Haha, geprekt. Mick, joh. Hey, waarom doe je dat mag nou? Mag geen ruzie. Grapje. Maar jij begint. Jij begint weer vervelend te doen, oké? Okay? Ja, dat is hoe dat het ging. Misschien hebben we post. Postkantoor. Ja, oh, dat is trouwens helemaal niet gek om te checken. Want dadelijk heeft de aardige hacker een brief achtergelaten, zoals hij altijd al doet, inderdaad. Dat zou zomaar kunnen. Kijk, nee, bij mij zit er niks in. En bij jou zit er niks in. En bij de pro zit er niks in. Misschien heeft hij iets naar de noob gestuurd. Oké, de noob heeft nog steeds een brief van de race erin. Ja. Oh, ik werd al bijna blij dat er wat in zat, hè. Oh, Mick, ik denk dat we het beste maar kunnen afwachten wat er gebeurt. En als jullie nog ideeën hebben om de meteoriet te stoppen, laat het hieronder weten in de reacties. Klik hier als je wilt zien waar Mick allemaal mee bezig is in de survival. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden om niks te missen. En klik nog snel op hier, want deze video die wil je ook niet missen. Dus kom op, klik. Waar wacht je op?